ja, het aandacht is leuk. Ja, de kinderen en de leerkrachten zijn aardig. Je kan zelf de richting kiezen en ja, ze ja, zijn behulpzaam. We zijn eigenwijze school hier in Zutphen. Als je hier op school komt, dan krijg je echt ontzettend leuke, enthousiaste meesters en juffen die hun werk heel graag doen, die graag met kinderen omgaan, die hun vakken heel graag geven en die gewoon hart voor jou hebben en naar jou willen luisteren. Ook als je ergens mee zit, zij hebben een luisterend oor voor jou. Nu ben je misschien nog gewend dus dat op de basisschool dat je bijna de hele dag in de schoolbanken zit en dat je daar uit boekjes moet werken en in schrift moet werken. Maar hier, dit is een praktijkschool, heb je ook heel veel praktijk. Je gaat dus die klas uit en dan ga je naar andere lokalen waar je allerlei leuke vakken hebt zoals techniek en bouw, koken, verzorging. We hebben vrije tijdsbesteding, je hebt een speciaal lokaal voor informatica. Je gaat die banken uit en je gaat lekker aan het werk. School, dat was echt heel groot. En daar kennen de leraren je eigenlijk gewoon helemaal niet. En als je er was, dan dacht je eigenlijk, nou wat doe ik hier? Als jij ook niet af wat jij zelf blinkt. In het tweede jaar kwam ik bij juf Merel terecht en het was super gezellig, want ze hielp me echt met dingen. Want ze wist natuurlijk waar ik vandaan kwam en wat er allemaal gebeurd is. Ja, ik heb eigenlijk een super tijd gehad. Nee, we hebben echt genoeg zeker aan elkaar, toch? Ja, ja. De leerlingen die naar praktijkonderwijs gaan, dat zijn vaak leerlingen die op het reguliere basisonderwijs of op het speciaal basisonderwijs hebben gezeten. Daar hebben ze natuurlijk van alles voor hun kiezen gehad. Ik zeg niet dat daar op die scholen het niet goed is gegaan. Vaak is het wel zo dat de kinderen die hier dan komen, dat ze een verhaal hebben. En het mooie is dat je dat verhaal gaat omzetten naar iets positiefs, iets moois, iets waardevols. We werken hier absoluut niet met je kan hier niks of je mag hier niks. Nee, helemaal niet. Het gaat hier om wat wil jij, wat vind je en waar zie je jezelf straks in de toekomst. Nou, en als je daar als school bij kunt aansluiten, dat is een heel mooi gegeven. Kijk, een leerling op praktijkonderwijs wil niets liever zijn dan gewoon een leerling zoals een ander en niet anders. In leerjaar 5 kun je hier dan een opleiding doen op het mbo. Dat doen we samen en dat doen we ook echt samen. Dat betekent 1 dag in de week naar het mbo, 1 dag in de week hier op school en daarnaast stage of werk. Kickback is eigenlijk dat je met de punt van, van het zaagblad hout raakt waardoor je omhoog slaat. Je hebt het met twee handen vast, dan slaat je klik, slaat je de rem en dan is het grootste gevaar is geweken. Gebruik je reach, Stef, hè? Zoek het maar niet tegenaan. Hou me iets ruimte, want dan kunnen we hem ook altijd weer uithalen. Stel dat je een heftruck hebt en de shift is kapot, heb je een probleem. Ik ga school echt missen. Want het is hier altijd zo gezellig en die leraren zijn altijd hartstikke leuk. En het is gewoon een heel knus schooltje. En dan is het zo niet een keer afgelopen.